Hallo dames en heren, welkom bij deze nieuwe video. We zijn weer terug. En dit is ook de eerste aflevering of eerste video waar jullie mijn mooie nieuwe mic bij horen. Ik zit nu eventjes anders. Normaal zet ik voor de opnames hierachter. Dan zet ik mijn laptop daar. En daar gaan de opnames door. Maar dat wordt misschien binnenkort nog wel wat anders. Dat zullen we nog wel zien. Ik wil gewoon even zeggen dat ik examens gehad heb vorige week. En ik ben vandaag, dinsdag is het vandaag, ben ik klaar. Ik heb met Funzo ook over de regeling van mijn schema en uploaddagen gehad. Er gaat niet veel veranderen voor 2016. Ik weet niet als dit jaar nog video's komen. Normaal komen dit jaar nog wel video's in de kerstvakantie. Maar vanaf 2016, dus de eerste week, volle week, dat is van 4 januari, eerste week van school terug, gaan we met een nieuw systeempje beginnen. Wat houdt dat in? Op maandag blijft Lol in Disneycraft. Op woensdag komt No Limits. Op vrijdag gaat iets nieuws komen. En op zondag, ik heb proberen iedere zondag, zei Funs, waarom doe je niet op zondag? Elke zondag een livestream. Toen dacht ik van ja, oké, okay, kan ik wel proberen. Dus ik heb proberen voor iedere zondag op Twitch een livestreampje te doen van 3 tot 4 of zo. Een uurtje ongeveer gaan we dan livestreamen op Twitch. Niet op YouTube, ik ga het op Twitch doen, omdat dat voor mij, dat is makkelijker. Dan heb je maar één link nodig om te onthouden. Dat is gewoon altijd dezelfde link. En YouTube heeft dan altijd iedere keer een nieuwe link. Dan moet je weer altijd gaan uitdelen aan iedereen en blablabla. Bla bla. Twitch is maar één link en dat is altijd de standaard link. Plus ik kan op Twitch ook nog met die plugins werken. Maar dat gaat waarschijnlijk niet vanaf mijn laptop gebeuren. Hier langs me staat een andere PC, een vaste desktop. Hoe moet ik spreken? Ja, een vaste PC. Die is veel beter dan mijn laptop. Ik heb proberen vanop deze PC te livestreamen. Ik heb daar wel geen webcam, maar misschien kan ik met het programma of weet niet wat de cam van mijn laptop overdragen naar hier. Als dat kan, I don't know. Ik ga dat eens uitzoeken. Als jullie dat weten, mogen jullie dat altijd achterlaten. Het is best handig als ik dat weet. Maar we gaan dus terug beginnen. Vanaf volgende week sowieso. Deze week weet ik niet. Ik heb nog een paar dingen te doen. Ik heb vandaag is het dinsdag heb ik vrij. Woensdag en donderdag heb ik nog vrij. Donderdagavond heb ik een rapport. Dan laat ik uiteraard wat we weten. En vrijdag heb ik nog een eindactiviteit met de klas, dus dat is dat. Maar de video's komen sowieso terug. Ik vrees dat de afspraak van de 250 abonnees er niet meer gaat komen. Dus helaas zal dat afspraakje van de 6 uur stream dan ook niet doorgaan. Dat was de afspraak, geen 250 abonnees, geen 6 uur livestream. 250 kwam er dichter en dichter aan. Ik ben op een gegeven moment zonder iets te zeggen beginnen of gestopt met uploaden voor die bepaalde tijd. Ik leef nog, ja, ik ben hier. Er is niks mis met mijn kanaal, alles is nog in orde. Maar dat was even een tussenstop door de examens. Maar die zijn dus nu voorbij. Het is kerstvakantie. En op die ene dag dat ik naar school moet, vrijdag na, heb ik dus eigenlijk gewoon nu eigenlijk al vakantie. Ik tel die vrijdag daar niet bij. Binnenkort komen er dus weer nieuwe video's. Voor de livestream ga ik zo goed mogelijk alles proberen te configureren met OBS en bla. En dan zou ik zeggen, blijf alles in de gaten houden. En ik zie jullie binnenkort terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Of bij een livestream. Later.